Straks in Hart van Nederland een miljoenenroof in het museum in Den Haag. Dieven hebben daar de schatkamer vol met diamanten en juwelen leeggeplunderd. En het is de nachtmerrie van elke prijswinnaar. Door een foutje gaat er 700.000 euro aan de neus voorbij van een echtpaar uit Ter Apel. We zijn er vanavond om 10 voor 11. Graag tot dan.